Opgevallen is dat ik gisteravond deze vijfje nog gemonteerd heb. Ja. In verband met ons vijfjarig jubileum. En we hebben vandaag een hele bijzondere kunstenaar, helemaal uit Vlaardingen. Voor Amlose begrippen aan de andere kant van het land. Dat is ook zo. Ja, dat is echt zo. Alles om. Mirjam Bomert is een Vlaardingse kunstenares die via een beetje gekke omweg in Almelo terecht is gekomen. En wat is die gekke omweg? Vorig jaar heb ik meegedaan aan een prijs, de Jordi Koevoet Beeldende Kunstprijs. En een onderdeel van de prijs was dat ik in het kunststorretje mocht exposeren. En dat is best bijzonder, want er is op zich is er geloof ik een wachtlijst van 2,5 jaar. En ik vond dus dat ik daar wel ook bij mocht. En op die manier heb ik dus meegedaan aan die wedstrijd. Die heb ik gewonnen. En op die manier ben ik in Almelo terechtgekomen. Nou, creatief ben ik altijd al wel geweest. Ik voel heel graag. Ik zit heel graag aan dingen. En textiel is bij uitstek iets wat je vaak voelt. En de stoffen, daar ben ik langzaam maar zeker in terechtgekomen. En ik hou van fotografie, ik hou van teksten, verschillende dingen. En ik probeer dus die dingen te combineren. En ik heb nu fotografie met textiel gemixt. Want ik heb een foto gemaakt die ik afgedrukt heb. En ik vond de geschiedenis van het torentje wat betreft de textiel paste heel goed bij datgene wat ik doe. En ik heb net gehoord dat de Tenkate die ik in mijn hoofd had, dat dat eigenlijk niet de goede Tenkate-fabriek was. Maar de Tenkate die ik ken is van het ondergoed. En ondergoed bedekt. En ik wilde datgene wat dus bedekt wordt, wilde ik eigenlijk laten zien. Dus op die manier is dit werk tot stand gekomen. Ook al zou iemand hier naakt op straat staan, dat is nog geen garantie dat je die, of geen teken dat je die persoon aan mag raken. Dat als iemand niet wil, dan wil die niet. Dus wat dat betreft is het ook wel een beetje een statement. Dat je mag zijn wie je bent en je mag je kwetsbaar opstellen. Maar daar hoeft geen misbruik van gemaakt te worden.